We gaan naar Pakistan, naar het berggebied vlakbij de Afghaanse grens. Hier zijn de scholen vorig jaar een aantal maanden dicht geweest. Maar nu zijn ze weer in bedrijf. Als de leraar tenminste komt opdagen. Meester Sharif doet in ieder geval zijn best. Hij is vandaag al 5 uur onderweg om op zijn werk te komen. Sharif staat dus voor een flinke logistieke uitdaging. Maar dat baart hem niet de meeste zorgen. In dit gebied weet je ook nooit precies wie je allemaal tegenkomt. Het had wat voeten in de aarde, maar Sharif is op zijn bestemming aangekomen. Vandaag geeft Sharif tekenles. En dat is dapperder dan je zou denken. Een tekening wil nog wel eens verkeerd vallen bij de Taliban. Maar Sharif vindt het belangrijk dat zijn leerlingen zich leren uiten. En dus laat hij ze tekenen wat ze mooi vinden en waar ze bang voor zijn. Chartam dirkralo, markaram dirkralo. Kalarzam dirkralo, tosu bidase oku chi, padabandi ba. Tosu chi chi nadore go bas aga tasvir pe, o aga aga pe jorko, shakal pe jorko. Yo khod stop masala, chi stop pura shi no bia be talimi surate hal dil tanoram khashi. دویم دا چې سہولتونو ډیر زیات فقدان دی موږ سره کلاسونه چې دی 15 کلاس دی کمرې او کلاسونه چې دی دا موږ سره نه دی نو موږ څلور کلاسونه بهر کې نه وو نه رنگینی جوړه کړې بریګا ملانا په می دا کوتاره دا ګل دا دیل دا میاشت ستوره دا نه ډارېږم او زړه مې خوښ دی او ګوړه مې خوښ دی Meester Sharif wil echt iets voor de kinderen uit zijn regio betekenen. Dus wil hij ze ook een beetje opvoeden. Sharif is een leraar met grote ambities. Hij heeft kort geleden een nieuwe leergierige doelgroep aangeboord. Padago skuluno ke dasatai skuluno ke batakriban girls skuluna khoder kam di. Dasatai drei skuluna di girls skuluna. O dazichi pakuma ilaka ke am pa brak ke khosaram. Girl school sta je na. Alif. Alif.